De conceptwet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering is gisteren goedgekeurd met algemene 28 stemmen. Bij de behandeling van deze wet heeft het college alleen antwoord gehad op de vragen die vallen onder justitie en politie. De minister van Financiën en Planning is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet, maar de vragen die te maken hebben met dit ministerie zijn onbeantwoord gebleven. Ondanks de tekortkomingen deed minister Kenneth Amoksi een beroep op het parlement om voor deze wet te stemmen, gezien de nationale belangen die meespelen om het financieel systeem in stand te houden en te laten groeien. OVHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin haalde aan dat deze wet van belang is van een integer, veilig en legaal financieel systeem. Het is één regering. Wij dragen allemaal verantwoordelijkheid in de beantwoording van deze vragen. Voorzitter, ik wil uw college vragen om toch mee te gaan voor te stemmen voor deze wet. Gezien de nationale belangen die hier spelen om het financieel systeem van ons in stand te houden en te laten groeien in de positieve richting. Het is een nationale inspanning en ik denk voor zowel de oppositie als voor de coalitie om ons financieel systeem transparant te houden, om ons financieel systeem robuust te maken, zodat we illegale pogingen om te interveneren hierin, dat we dat soort zaken kunnen uitsluiten. Wij roepen op het parlement om mee te gaan om de integriteit van het financieel en economisch verkeer te waarborgen, voorzitter. En wanneer wij dat willen waarborgen, dan zullen wij die verantwoordelijkheid moeten nemen. En wanneer we die verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat er regelgeving komt, dat de regelgeving wordt aangescherpt, dan verwachten we ook dat in nationaal belang iedereen meewerkt en zich niet en nationaal opstelt en niet verschuilt achter drogredenen. De NDP en BEP-fractie hebben zich vanwege ontevredenheid onthouden van stemmen. Voor de stemming hebben zij de zaal verlaten. Melvin Bouwen van de NDP haalde aan dat de regering mooie woorden heeft, echter laten haar daden het afweten. Ronnie Assabina merkte op dat de argumenten welke zijn aangehaald door de regering ten grondslag liggen aan het stemgedrag. Voorzitter, wij gaan toch voor het Surinaams belang. En we begrijpen, voorzitter, het belang dat bij deze wet een kamerbrede zo breed mogelijk ondersteuning noodzakelijk is. En om die reden, voorzitter, hebben we beraadslaagd. En dan ga je zeggen, met politiek verstand hadden we hard tegen moeten stemmen. Maar voorzitter, als sterk signaal, nationaal naar de regering, dus nationaal, maar ook internationaal, voor de bejegening van de regering en het parlement, zullen wij dat signaal geven door ons te onthouden voor de stemming, voorzitter, en de regering op te roepen om transparantie, verantwoordelijkheid en verantwoording naar het parlement te leggen. We volgen alle verrichtingen met betrekking tot de uitvoering van deze wet. Laat het duidelijk zijn, voorzitter. Wij kunnen ons terugvinden in de doelen, ja, wel beoogd, voorzitter, met deze wet, voorzitter. Maar wat ik eerder aangaf, de aanpak tot op zekere hoogte, voorzitter, is verkeerd. En derhalve, voorzitter, gaan wij ons onthouden van stemmen. De goedkeuring van deze wet draagt bij aan het harmoniseren van de Surinaamse wetgeving aan de internationale eisen. De wet is een initiatief van de regering en is ingediend op 28 januari 2022.